Goedenavond, kijkers. Welkom bij het programma Gepest. We zijn hier bij Martina en die heeft aangemeld voor het programma. We gaan even kijken of Martina thuis is. Kom. Goedenavond. Hallo Martina. Ben jij Martina? Ja, dat ben ik, meneer. Goedenavond. We zijn voor het programma Gepest en je hebt je eigen aangemeld. Ja, dat heb ik zeker gedaan, want ik word namelijk heel vaak gepest. Overal waar ik kom zitten ze me uit te lachen, maar ik ben nou een beetje bang. Maar kunnen we misschien binnen verder praten dan? Nou, dat lijkt me leuk. Het is wat warmer binnen. Ja? Leuk huisje. Ja, nou, ja, dat is, heb ik alles zelf voor elkaar gekregen natuurlijk. Ja. En ik hou ook heel erg veel van elkaar. Drie. Nou, ik ook trouwens. Ja, dat is van Toetoep. Oh, dat is eigenlijk leuk. Ja. Nou, dat wil ik we straks wel even zien dan. Nou ja, dat gaat helemaal goed komen. Nou, we zijn hier met de kale mee en je hebt je eigen aangemeld. En vertel wat over jezelf en waarom. Nou, ik weet het zelf ook niet waarom ik elke keer zo gepest word. Want het is natuurlijk zo, als ik op straat loop, krijg ik altijd dingen naar mijn hoofd geslingerd. Van, hey, briljoot. En gaan ze me uitstellen voor buigelbekkie. Maar ik snap het. Ik snap het. Gaat het, Martina? Waarom word je al gepest? Niet. En waarom pest je al? Ik word al 10 jaar zo gepest. En het is gewoon, weet je wat voor gevoel je hebt? Alsof je niet gewaardeerd wordt in deze maatschappij. En je voelt je gewoon enorm leeg van binnen. Ik kan het bijna niet bevatten. Nee, maar ik kan mijn eigen wel thuis mijn eigen plekje geven. Want ik ben namelijk heel erg fan van K3. Nou, ik ook trouwens. Kun je iets laten zien aan de mensen thuis? Misschien een K3-dansje? Dat kan ik straks wel doen, ja. Nou, ik ben wel heel erg benieuwd. Ja, maar ik wil nog wel even zeggen, ik ben wel van plan om misschien toch wel een makeover te gaan doen. Om er toch wat beter uit te zien. Nou, wat we doen is, als jij voor mij en voor de kijkers thuis een K3-dansje doet, er staat tegenover een makeover. Nou, dat wil ik wel heel graag doen. Daar word ik echt heel blij mee. Zo ziet het mensen, alles voor de kijkers en voor de gepeste mensen. Nou, dan ga ik wel een dansje voor jullie doen. Nou, maakt me echt leuk. Even kijken waar de assembly is. Oké. Dan gaan we deze aanzetten. Ja, ik weet eigenlijk niet zo goed hoe dat allemaal werkt meer. Ik ben een beetje... Ja, die vind ik wel leuk. Ja. We moeten deze aanzetten. Is hij zo? Daar gaat hij. Maar goed, ik zal aanraden mee. Hola, hola. Zo, nou, kijk, en zo dans ik dan elke avond wel even een beetje. Ja, dan word ik toch wel een beetje blij af en toe. Nou, het zag er echt heel erg leuk uit. Ja, hè? Dus wie weet, ik denk dat jij wel een makeover verdiend hebt. Nou, daar ben ik echt heel erg blij mee. Nou, zullen we dan over een half jaar afspreken? Dat lijkt me een heel leuk idee dat we dat gaan afspreken dan. Nou, dan hebben we een afspraakje. Dan gaan we dat doen. Dan ga ik jullie nu de deur weer uit, want eigenlijk moet ik zo weg. Nou, dan gaan we naar de volgende. Nou, ik loop even met jullie mee naar de deur. En dan zal ik jullie even uitlaten. Oh, ik ben echt heel blij hoor, dat ik dat van jullie krijg. Echt waar. Ik vind het echt fantastisch. Maar daar zijn we ook bekend bij het programma Gepest. Nou, ik zie jullie dan over een half jaartje. Ik ga het even tot mezelf laten komen, goed? Even laten bezinken. Ja, nou, fijne avond hè.
Tot ziens dan! Doei.